Ik ben Wim Jurg. Ik heb het boek geschreven De Lange Zevende Eeuw, of hoe Christendom en Islam de macht verdeelde. Verwant boek aan het vorige, de Vierde Eeuw, of hoe het Christendom staatsgodsdienst werd. Dat zijn wat mij betreft beide onderwerpen die hoe dan ook heel actueel zijn, omdat je daarin kunt zien hoe de huidige wereld en tot stand gekomen is, met een belangrijke rol voor de godsdienst in verhouding tot staat, de verdeling tussen christendom en islam. Maar het is natuurlijk waar dat in de afgelopen tijd en wat er nu gebeurt, dat tweede boek over de zevende eeuw een extra actualiteit gekregen heeft. Al is het maar door de plekken die in het boek worden beschreven en die je nu in het nieuws voortdurend weer tegenkomt, ook weer vandaag.